is een waterrijk land. Het ziet er toch geweldig uit met al die prachtige waterstromen. En je vraagt je toch af, hoe gaat het met het beheren daarvan? Hoe werkt het allemaal? Daarom gaan we vandaag eens op bezoek bij iemand die ons daar veel meer over kan vertellen. Joop van de Wijngaard. Ik zou zeggen, we kunnen dan niet om Feyenoord heen. Hè? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, al ben je geen liefhebber van voetbal. Ja, ik ben wel liefhebber van voetbal. Het is niet zo dat ik er nou van wakker lig als Feyenoord is verliest. Dan moet je tegen kunnen als Feyenoord fan. Oh ja? Dat je absoluut verliest. Ja, het is een beetje een soort nostalgisch gevoel. Je komt uit Rotterdam en als klein kereltje ging ik op zondagmiddag in de tweede helft naar voetbal kijken. Oh ja? Dan mocht je voor niks de Kuip in. Mocht je achter het doel staan, ja nu kan je het niet meer indenken natuurlijk, maar nee. Daar wacht je dan op tot je naar binnen mocht. Oh, echt waar? Ja, prachtig. Oh, geweldig. Ja. Maar je bent nog steeds fan van Feyenoord? Ja, ik volg ze wel. Ja? Kijk, als ze verloren hebben, slaap ik wel hoor. Ik bedoel, dat wel. Hoe gaat het met Feyenoord in de competitie? Ik weet het niet. Dat is een ander onderwerp. Is het zo erg? Ja? Nou ja, het zit ze niet mee, laat ik zo zeggen. Nee. Het is een week in de hoek waar de klappen vallen en wat ongelukkige verliespartijtjes. En ja, dat kan gebeuren. Maar goed, het verstoort je nachtrust. Nee hoor. Nou, wij kennen elkaar al een aantal jaren. Ja, heel veel jaren. Al heel veel jaren. Ja. Ik heb je leren kennen als hof van de school. OBS Kantenkleren in Kloostermaar. Ik ken je ook als leider van de korfbalvereniging Unie. Ja. Maar waar we het vooral over willen hebben, en wat ik gewoon ook niet wist, is dat jij je ook enorm inzet voor het waterschap, heb ik begrepen. Ja. Waterschap, vechtstromen. Vechtstromen, ja, gebied, ja. Hoe, je bent er ambassadeur van? Nee, geen ambassadeur. Ik ben vrijwilliger en ik ga scholen langs om kinderen te vertellen wat het waterschap doet. En die lessen bestaan uit twee delen. Dat is een les op school, dat is een hele morgen. Ja. Doe ik samen met een collega, dat doe ik niet alleen. Nee. En het tweede deel van die les is een bezoek aan de waterzuivering. We laten kinderen zien hoe we van vuil rioolwater biologisch schoon water maken. In Brugge? In Brugge onder andere. Okay. Maar doen we het ook in Koevoor, dat doen we in Enschede, dat doen we in Hengelo, dat doen we in, dat ben ik één vergeten. Waar is die volgende dan? Daar heb ik even niet paraat. Nee, maar hoeveel, daar ben je vrij druk mee dan, denk ik. Als je wil kan je een paar keer in de week op stap zijn. Ja. Ik heb deze week een drukke week, want ik ben drie keer weg. Okay. Dus in Vroomshoop geweest gisteren, morgen moet ik naar Bergendijk. En maandag heb ik een rondleiding gehad in Brugge. Dus als je wil kan je heel veel doen. Maar we zijn met 28 vrijwilligers in een heel groot gebied. Want wij in het hele gebied van Vechtstromen. Vechtstromen, dat strekt zich uit van boven Emmen tot achter Enschede. Dat is een gigantisch gebied natuurlijk. Ja. Dus dat doen we met 28 vrijwilligers. Okay. Dus die schema kun je op inschrijven. En als het jou past, dan zeg je ja. En als het niet past, zeg je nee. Dan zeg je het is nee. Vrijwilligerswerk. Ja, precies. En hoe lang doe je dat al? Ik ben nu met mijn zesde jaar bezig. En hoe rol je daarin? Heel simpel. Zeven jaar geleden stond er een advertentie in de krant. En ze zochten vrijwilligers bij het toenmalige Veld en Vecht. Ja. Dus dat was de oude deel, het noordelijke deel van dit waterschap. Ja. Daar heb ik ook gesolliciteerd. Een heus sollicitatiegesprek gevoerd. Oh, echt waar? Ja. Ik koeverde nog in het kantoor van het waterschap. En de afgelopen tijd kreeg ik bericht dat ik mocht gaan beginnen. Maar wat was jouw drijfveer om daar specifiek voor het waterschap te doen? Nou ja, kijk, ik heb een onderwijservaring, dus dat sprak mij erg aan. Ik dacht, nou, hier kan ik nog wat dingen laten zien die ik ooit geleerd heb. Ja. En het is ook zo, het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja? Ja, ik vind het leuk, ja. Maar je geeft dan inderdaad een soort waterschapsles? Ja, we hebben een heel programma. Natuurlijk, tegenwoordig moet je een PowerPoint hebben met filmpjes en animaties daarin. Ja. We hebben een heel leuk werkboekje. Daar gaan we dus met de kinderen mee aan het werk. We doen allerlei proefjes, we leggen allerlei dingen uit. Ze moeten zelf heel veel doen, samen in groepjes. En dan ben je zo van 8:30 tot 9:15 bezig.
Okay. De hele morgen. Maar je zegt, ik doe dan iets wat ik zelf heb geleerd. Ja, ik ben onderwijsman, dus ik heb voor de klas gestaan. Ja, dus dit is voor mij heel leuk. Maar ik kan me toch niet herinneren van school dat wij les kregen in datgene wat het waterschap deed. Nee. Kijk, dat was ook niet zo natuurlijk in die tijd. Nee. Kijk, het waterschap heeft zich voorgenomen om mensen duidelijk te maken wat ze aan het doen. Heel veel mensen weten niet wat waterschap doet, hè? Nee. Ja, en je moet er dan betalen eens in de zoveel tijd. Ja, precies. Maar, juist. Kost alleen maar geld. Kost alleen maar geld. Nou, en de bedoeling is van het waterschap om het publiek te laten zien wat een waterschap doet. Nou, ja. Een van de doelgroepen is natuurlijk de jeugd. Ja. Dus we ontvangen ook wat middelbare scholen die rondkomen op de zuivering. Ja. Maar ook de basisscholen, speciaal op ingezet met een groep van 28 vrijwilligers. Dus we bestrijken een heel groot gebied. In korte tijd kunnen we heel veel scholen bezoeken. Ja. En hoe reageren die kinderen daarop? Ja. Vinden ze het... Schitterend. Ja, ik krijg altijd applaus na afloop. Oh ja? Ja. Mijn kinderen vinden het leuk, het is heel anders dan anders. We komen meestal met z'n tweeën, dus je kunt elkaar leuk afwisselen. Ja. Is voor de kinderen ook niet saai dan? En ja, het is voor de kinderen geweldig natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen. Maar dat betekent ook dat je een beetje moeilijk afscheid hebt kunnen nemen van het onderwijs. Hoe lang heb je in het onderwijs gezeten? Ik heb ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt. En dat was het totale drijfveer niet. Nee. Dat was gewoon af en toe, dat vind ik nou leuk om te doen. Okay. Nou, zo ver gekomen. en je gaat er ook gewoon mee door? Nou ja, zoals gezegd, tot hoe lang kun je iets volhouden, dat weet ik ook natuurlijk niet. Nee. We hebben wel eerlijk gezegd tegen degene die dat coördineert binnen Vestroom, je moet eerlijk aangeven als je vindt dat we te oud worden. Kijk, we zijn wel natuurlijk het visitekaartje van het waterschap, we komen de school in. Ja. En als er een paar oude mannetjes met een rollator binnenkomen rollen, ja. Dan is dat niet natuurlijk... Nee, maar eens houdt het op natuurlijk. Ja, dat is waar, maar ik denk dat ver van je staat, toch? Zolang gezondheid het toelaat, gaan we als ik jou zie je huppelen langs het kampafveld, dan gaat het toch allemaal nog prima. Ja. Nee, ik voel me ook goed, dus dat is ook de bedoeling. Oké. Maar het waterschap, want jij zegt, nou, bij mensen hebben echt geen idee wat het waterschap doet. Hmm. Kan je mee in het kort uitleggen wat het belang is van het waterschap? Nou, we hebben eigenlijk een aantal belangrijke taken. De eerste taak die het meest aanspreekt bij de mensen is natuurlijk het rioolwater. Rioolwater vanuit de huizen, vanuit de scholen, vanuit de fabrieken, vanuit noem maar op, van de straten. Ja. Dat komt allemaal door de riolering richting de waterzuivering. Ja. En wat daar gebeurt is dat wij dat water op een biologische manier gaan zuiveren. Dat doen we met behulp van bacteriën. Ja. Dat is een heel proces, dat ga ik niet uitleggen. Nee. En de bedoeling is dat wij dus biologisch schoon water afleveren. En dat is geen drinkwater, dat is water dat we teruggeven aan de natuur. Ja. In dit geval hier in Brugge gaat het naar de Vecht. Ja. En vroeger werd dat water zo, dat vieze water zo de Vecht ingestuurd. Ja. Was de Vecht was een stinkrivier. Ja. We wilden ook niks mee te maken hebben. Nee. We gingen ook huizen bouwen met de rug naar de rivier. Ja, toe. Dat klopt. Ja, een vieze ding. Moet nu allemaal anders. Ja, nu is het anders, want die Vecht is schoon geworden. Ja. Dankzij de inzet van de waterschap. Ja. Dus niet alleen mijn waterschap, maar alle waterschappen in Nederland. Die daar heel secuur mee zijn. Dus dat is één taak. Het vieze water schoonmaken, zeg maar. Tweede taak is dat we droge voeten houden. Dat we dijken rond alle waterwegen in Nederland goed voor elkaar houden. We herinneren ons nog eind jaren 90. Ja, 96 was dat, meen ik, geloof ik. Hè, of zo. Ja, die waterwolf in het centrum. Dat moet nooit meer gebeuren. Dus wij zorgen ervoor dat als er veel water komt, dat water de ruimte heeft. Ja. Nou, project Ruimte voor de Vecht. Ja. Prachtig mooi. Het park gekregen bij Harnenberg. Dat mag onder water lopen. Ja. Dat mag. Ja. Dat is de vraag gelegd. Nou ja, dan heb je die retentiegebieden. Ja, hè? Retentiegebieden. Ja, bewust aangelegd om het geen overlast in de stad te krijgen. Nee, precies. Nou, en de derde plek is natuurlijk dat het water, dat er voldoende water is. Niet te droog, niet te nat, dat de boeren kunnen werken op het land. Ja. Dat is ook een hele belangrijke taak natuurlijk. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk geweest, zeg maar, de drie belangrijke dingen. En we zorgen er natuurlijk voor dat we het oppervlaktewater controleren. Bijvoorbeeld de Ondermeijer, ik noem maar een zwemplas. Ja. Die wordt gecontroleerd door het waterschap of het water wel voldoet aan de kwaliteit om daar te zwemmen. Ja. Blauwe alg is een bekend voorbeeld. Nou ja, de Degenswaard, we kunnen er verder niks aan doen, nee. Maar we controleren het wel. Ja. En zet de borden neer, want niet zwemmen, blauwe alg. Ja, precies. Ja. Okay. Nou, dit is een grote lijn. Lijnen eigenlijk wat het waterschap doet. Ja. Je bent ook nog wel betrokken bij Havara. Ja. Wat is nou die grote gemene deler, zeg maar, in dat
Het onderwijs, de muziek, de korfbal, het waterschap. Wat hebben die allemaal samen? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het iets te maken heeft met dat je vindt dat je in de maatschappij soms dingen moet doen die je gewoon moet doen. En je kunt dan zeggen van anderen doen het maar. Nou, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Ik ben iemand die graag zich dienstbaar opstelt en meehelpt om, nou, in dit geval waterschap vorm te geven. En Afabra dan om te zorgen dat dat goed georganiseerd is. Ja, dat heeft altijd in me gezeten om dat te doen. Ja. Voor jongens af aan eigenlijk. Ja. Je dienstbaar opstellen voor anderen, laat ik zo maar stellen. Oh ja? Ja. En wat ik me bij haar vader altijd heb afgevraagd, speel je zelf ook een instrument? Ja, ben je muzikaal? Ja, ik ben muzikaal. Ik ben drummer. Echt waar? Van huis uit, alleen dat kan ik niet meer, omdat ik wat mankementen aan de ellebogen heb. Okay. Dus dan houdt het op, hè. Ja. Ooit een bandje gehad of zo? Jazeker. Ik heb toen ik jong was in bands gezeten uiteraard. Ja. Ik heb de artiesten mogen begeleiden, als Wilco Alberti enzovoort. Oh, dat meen je? Ja, ja, ja. Echt waar? Ja, het was heel jong nog. Oh, ja, ja. En ik heb in Kloosterhaven wel een tijdje met Jan Eshuis, die je wel kent, en nog een meneer hadden we een triootje, het meeste trio. En dan hebben we nog opgetreden een keer in het dorpshuis. Oh, eerlijk. Een geleend drumstel van Sendai's. En dat, ja, dat ging goed. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ik heb je nooit horen spelen, wist ik ook niet. Want meestal dan doe je toch de presentatie bij concerten. Of, ja. De laatste keer dat ik opgetreden heb voor het, in het openbaar, was op de trouwdag van Carrie en mij. Ja. Iemand wist dat ik dus drummer was en die had met de band afgesproken. Oh, echt keer. Waar? Ja. Fantastisch. Ja, 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 ja. Zullen we eens even naar de Radewijk Beek lopen om te kijken wat daar te zien is? Ja, prima. Ja? Is dit langs de wijk? Als hij daar doorgaat, dan gaat hij de wijk uit. Dan heb je de weg straat naar het podium, de Wijkamplaan. Ja. Daar gaat hij onderdoor. Okay. En dan maakt hij een bocht. Dan gaat hij over het terrein van de Waving heen. Ja. En de Waving heeft dat vroeger ook gebruikt, hè, om de buizen te vervoeren. Oh ja, dat heb ik wel eens gehoord. Die lange buizen in ja. het water in en dan zo de vecht in. Ja. En dan de vecht bij zeg maar, achter de koppel, daar gaat hij de vecht in. Okay. En nu zijn ze ook bezig om dat stuk links van de koppel helemaal weer aan te pakken om er een wandelpark van te maken. Ja, dat nou, dat is deze beker. Dat is deze beker. Ja. Oh ja, ja. Okay. Ja. Die link kan ik zo niet leggen, maar als je het zo uitlegt. Ja, maar dat is een schitterend mooi stuk. Ja, prachtig. Wat dan? Dat hoort bij de stuw. Oh, dat daar wordt de Radewijk bij tegengehouden bij spreken, of doorgelaten. Ja. Dat kan men dus besturen. Als er veel water door de beek komt, dan moet hij open. Ja. En dan komt het daar dus onderuit. Dus, Okay. Ja. Dat wordt voor geregeld, hè. Dat is gewoon dat is Nederland die alles regelt voor de water toevoer. Ja, nee, dat klopt. Heb je thuis trouwens ook nog iets van Feyenoord? En ik heb ook een Feyenoord shirt. En als het heel mooi weer is, slaap ik daarin. Het is zo dat ik zat hier op Spectrum. Toen had ik een jongetje in de klas. En die was ook met zijn vader Feyenoord gek. Dus elke keer als ik jarig was, dan kreeg ik iets van Feyenoord. Oh echt? Altijd weer. Dat is één. Ja. Ik heb ook een Feyenoord mok gehad, maar die is helaas gesneuveld. Ja, dat kan gebeuren. Jammer. En ik had die mok hier had ik altijd mijn koffie in. En dan zet ik voor en neer in de klas. Toen gaf ik nog les in de klas gewoon. Ja. En dan stond het embleem van Feyenoord naar voren, naar de klas toe. Oh ja, ja, ja. En dan zat er vooraan zat een jongetje. En die was een Ajax-fan. Echt een fanatieke Ajax-fan. Ja, ja. En elke keer terugkwam, dacht ik, mijn kopje staat anders. En het altijd weer omgedraaid. Oh, echt? Ik wou niet naar het embleem kijken. Ik kan me wel een beetje iets bij voorstellen.